Hey, mijn naam is Junien en ik ga vandaag een heel lekker gerechtje maken. Je kunt het met van alles nog wat serveren. Het zijn aardappelen. In Nederland worden heel veel aardappelen gegeten en wij gaan aardappelen op een andere manier maken. Wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk aardappelen, die heb ik al geschild en in blokjes gesneden. Ik heb er rode ui voor nodig, ook deze heb ik in kleine blokjes gesneden. Bosuitjes, dun gesneden. Een half bosje koriander, dun gesneden. En deze kruiden, dit is een melange van kruiden. Wat de kruiden zijn, dat kun je vinden op mijn website www.kokenmetjunien.nl. Ik heb pot kokend water met wat zout erin. En ik doe hier nu de aardappelen in. Deksel erop, zodat alles lekker snel kookt. Mijn aardappelen zijn gekookt. Ik heb ze door de friet gehaald. En ik ga nu een tarka maken. Ik doe de deksel op de aardappelen zodat ze lekker warm blijven. En ik ga nu een tarka maken. Wat is een tarka? Niks anders dan 4 eetlepels olijfolie voor deze hoeveelheid. Die olie laat ik lekker heet worden. En vervolgens doe ik hier deze kruiden bij. En nogmaals, kijk even op mijn website wat deze kruiden precies zijn en waar je die kunt halen. Nou, ik doe er 4 theelepels van in. Ja, 5, waarom niet? En dit laat ik lekker frituren. Je ziet, het gaat lekker kleine belletjes krijgen hierin. Nou, dit hoeft echt maar een paar seconden, 30 seconden op een heet vuur. En je ruikt ook alle kruiden lekker naar boven komen. Mijn tarka is klaar. En ik gooi dit nu over de aardappelen. Je hoort het lekker sissen. Zo. Nou, met de pannenlepel zorg ik dat ik alles heb meegenomen. Nou, ook de bosuitjes die gaan er doorheen. Yes. De rode uitjes gaan er doorheen. Ja. En een half bosje koriander. Nou, dit roer ik een paar keer goed door, zodat alle aardappelen alle kruiden krijgen. Nou, dit is het geworden. Aardappelen, maar dan net ietsjes anders. Je kunt het serveren als bijgerecht of met kip of met vis of iets dergelijks. Het is heel makkelijk als je aardappelen kunt koken, kun je dit maken. Kijk voor de exacte receptuur op mijn website www.kokenmetjunien.nl. Jij bent de held in de keuken, jij kan het ook. Tot de volgende keer!